was gegooid aan mijn beste vriend Alex in Minecraft. En dit voor 24 uur lang. De enige manier om van elkaar los te komen is door de Ender Dragon te verslaan. Dennis, wat is dat blauwe buiten? Ik zie allemaal soort sterretjes, lijkt het wel. Ja, ik weet wat je ziet, Alex, maar we zitten vast aan elkaar geboeid, zoals je kan zien. Dat is niet waar, ik kan gewoon weglopen. Alex, doei, Dennis. Alex, nee. Alex, wat? Je ziet hier toch een hele koepel om ons heen? Aha. Dat zijn een soort van handboeien in Minecraft. Als jij nu te ver loopt, dan gaan we allebei dood. En de enige manier om van elkaar af te komen, Alex, is door de Ender Dragon te verslaan. Wat? Ja, er zijn wel een paar challenges die we kunnen doen die ons speciale items gaan geven wat ons kan helpen. Zoals dat we 500 blokken samen moeten lopen. Ik bedoel, dat is toch niet zo'n moeilijke challenge? Dat kunnen we wel. Oké, kom naar buiten. Dan gaan we wat dingetjes verzamelen, zoals wat eten en dat soort dingen. Misschien dat we de Iron Golem kunnen killen voor Iron... Wacht eens even. Ik heb 12 obsidian bij me. Hoe kom je daar nou weer aan? Ik heb dat gekregen blijkbaar. Ik had dat al in mijn inventory. Heb jij ook spullen in je inventory? Ik heb 16 Ender Pearl. Weet je wat? Laten we gewoon brood gaan verzamelen, oké? En blijf dicht bij elkaar, oké? We moeten als eerste natuurlijk wat tools hebben. En daarna moeten we echt op avontuur gaan om de eerste challenge te halen. Namelijk 500 blokken samenlopen. Alex, niet te ver van mij vandaan, oké? Want... dan gebeurt er dat. Oh, dit wordt nog zo'n lastige challenge met jou. Heb je wat hout? Dan kunnen we tenminste broodjes maken. Ik heb trek, oké? Ik ben net dood gegaan. Oh, weet je wat? Ik sloop hier wel een stuk van het raam. Oké, laat ik hier een crafting table van maken. Die zet ik hier mooi in het huis. En dan maak ik daar allemaal broodjes van. Wil je ook wat broodjes, Alex? Misschien het eerste wat we moeten doen is, denk ik, wel even wat iron verzamelen van de iron kolen. Dus laten we gewoon een paar beginnende tools maken, oké? Zoals een pickaxe, een zwaardje en dat soort dingetjes. Dat is wel handig om te hebben. Dus ik heb hier een zwaard. Kijk eens aan. En dan moet ik alleen nog een pickaxe hebben op die manier. En dat is op deze manier. Kijk eens aan. Even kijken. Laten we de bedjes meenemen als we op avontuur gaan. Dus jouw bedje en mijn bedje. Hier heb je jouw blauwe bed. Oké, op naar buiten. En dan moeten we alleen de Iron Golem zien te vinden. Alex, hier komen, buddy. Pak hem, Alex. Ik hou van de weer. Pak hem. Oh, dit is zo makkelijk. Ik sta hier gewoon veilig in de deur. Hij kan me niks maken hier zo. Kijk dan, ik ben gewoon aan het helpen. En op die manier hebben we 3 iron erbij. Oké, dit is heel erg handig om mee te nemen. Oh, dit gaat echt nog een lange route worden. 493. En we hebben ze gehaald. Ik heb een iron pickaxe gekregen van de challenge. En er staat ook challenge completed. Je hebt een prijs gekregen. Alex, er staat alleen wel voor de volgende challenge dat we nu 1000 blokken samen moeten lopen. Oh, maar dat kunnen we. Let's go. Oké, daar gaan we. Oké, dan gaan we helemaal deze kant op. En ik heb geen idee waar we heen lopen. Maar we moeten gewoon 1000 blokken lopen. Dennis, wat is dit? Dit is een rune portal volgens mij. Wacht eens even. Er staat ook een kom eens. Kom dichterbij. Dennis! Wow! Er zitten allemaal dingen in. Dat is heel erg handig. Daarmee kunnen we flint en steel maken. En een golden legging. Oh, ik denk dat goud. Jij die wel aan wil. Dat dacht ik al. Ook zit er daar een goud blok. Oh, wacht eens even. Dennis, kom eens. We hebben een iron pickaxe, dus daarmee kunnen we het zeker ook. Oh, niet te ver, niet te ver. Oh, ik heb hem. Oké, perfect. We moeten nog 200 blokken gaan lopen. Trouwens, wat we kunnen met het flint en met het iron. Daarmee kunnen we flint en steel maken. En ik heb 12 obsidian. Dus daarmee kunnen we uiteindelijk naar de nether. Alleen, dat is handig. We moeten eerst nog maar heel wat blokken gaan lopen. Laten we eerst even al de trofeeën krijgen. Oh, zijn we er bijna? Dennis, zijn we er bijna? Nog een paar blokken. Oké, doorlopen. Oh, wat? We hebben een prijs gekregen voor omdat we de challenge hebben gehaald. Namelijk het totem genaamd de Second Chance Totem. Dat betekent tweede kans totem. Wil dan zeggen dat we, als we deze vasthouden, dat als jij er nu uitloopt, dat we dan een tweede kans krijgen? Want dat is best wel handig als we de Ender Dragon moeten verslaan. Maar Dennis, heb je de volgende challenge al gezien? We moeten 10 diamonds verzamelen. Oh, dat zijn er heel veel. Gaan we gewoon recht naar beneden minen hier? Het moet wel. We moeten bij elkaar blijven. Oké, Alex, denk je echt dat we diamonds gaan vinden hier in de mineshaft? Ja, maar we moeten hier naar beneden, Dennis. Oké, 3, 2, 1. Oké. We mogen echt niet te veel blokken van elkaar af zijn. Maar we hebben dus een tweede kans totem vast. Dus als het goed is, als we 1 keer dood gaan, hebben we een tweede kans. Alleen daarmee moeten we wel echt gaan oppassen. Dennis, zie jij wat ik zie? Zie jij wat ik zie? Ik zie wat jij ziet. Alex, rustig. We moeten nog steeds dicht bij elkaar blijven. Maar ik zie inderdaad ook diamonds liggen hier zo. Oké, en we hebben een iron pickaxe. Kom op. Heel veel diamonds. Dus we hebben er 10 nodig. Oh, dat is 1. Dit is 2. 3. Kom op. En 4. Heb ik nou 4 diamonds gekregen? Aha. Oké, laten we maar gewoon verder diamonds zoeken. Dennis, ik vind het niet leuk hier. Axel, die laatste diamond. Dan kunnen we hier weg. Oké. Al die spinnen hier. Al die spinnen tegen. Dennis, hak die diamond. Nee. Kill hem. Oké, snel. De laatste. En we hebben een 10.
prijs gekregen. Wat voor prijs hebben we gekregen? Ik heb niks in mijn inventory, maar er staat wel dat ze een prijs hebben gekregen daarvoor. Okay, we hebben extra hartjes. Oh, wacht eens even. Huh? We hebben 5 hartjes erbij gekregen. Okay, we moeten hier snel weg. Oh, wacht eens eventjes. De volgende challenge die we moeten doen is 50 monsters killen. Dat is echt een makkie voor ons. Maar Dennis, kom eens hier. Kom eens hier. We hebben even wat hout nodig. Met dat hout kunnen we namelijk van de diamonds die we hebben gevonden een paar tools maken. Eens even kijken. Zo, en een diamond. Ik heb er al één. Ik heb er ook één. Oké, we hebben er 4 van de 50 tot nu toe. En we moeten er 50 in totaal. Dus dat gaat nog wel even duren, ben ik bang. Alex, zou je denken dat de villertje misschien ook onder een monster valt? Want we moeten er nog maar 1. Jebet, hier kan... Ja, dat klopt. Wat hebben we nou weer gekregen? Een raygun staat er voor de challenge. Train Harry met een raygun. Wat doet dat? Wow! Wat? Die schiet allemaal laserstralen. Dat is zo cool. De challenge die we hebben is dat we naar de end moeten. Kilt hij alles in één keer? Alles wat je tegenkomt? Ik denk het. Laten we een klein beetje deze kant op lopen. Kijken of we hier nog een ander monster zien die we kunnen killen op deze manier. Ik denk dat ik al een slachtoffer heb gevonden om dit wapen te testen. Oh, villager! Kom eens je bed uit. Het wapen is heel erg sterk. Laten we maar gewoon naar de nether gaan om vervolgens naar de end te gaan. Want jij had enderpearls toch? Dus het enige wat wij moeten verzamelen en wat heel erg handig is met het wapen wat we nu hebben, zijn blaze rods in de nether. En we hebben toevallig obsidian, dus we kunnen gewoon een end portal gaan maken. Oké, die daar. Oké, die daar en die daar. Oké, perfect. En dan gaan we hem aansteken in 3, 2, hata! Oké, op naar de nether! Oké, het belangrijkste wat we voor nu moeten doen met z'n tweeën is gewoon een kasteel zien te vinden, oké? Alex, dat beneden lijkt op een fortress. Rustig naar beneden. Ik volg jou. Oké. Oh, we hebben de achievement, Dennis. Oké. Het enige wat we nu nog hoeven te zoeken is natuurlijk de blaze rods. Dennis, ik hoor wat! Ik hoor dat geluid ook. Volgens mij komt het hier van rechts. Ah, daar! Okay. Schiet daar! Bam! Pak de blaze rods. Oké. Ik pak ze allemaal. Wow! Ik heb er zoveel! Hoeveel heb jij Dennis, ik heb al 14 en Eye of Enders. Wacht eens even. En met mijn 6 blaze powder hebben we er al genoeg om naar de end te gaan. We hebben er genoeg. Let's go! Oké, snel weg hier. Weet je zeker dat het hier ergens is? We zijn al de hele tijd aan het kijken. Ja, ik ruik het. Hier naar beneden, Dennis. Volg mij maar. Hier gewoon naar beneden? Oké. Ja. Oh nee, kijk wel uit voor de lava, alsjeblieft. Oké, we moeten dus voor de volgende challenge de end ingaan. Naar de Ender Dragon. Maar denk je niet dat het geweer ook super sterk is op de Ender Dragon zelf? Ik weet het niet. We kunnen het altijd uittesten. Oké, laten we dat zo meteen dan maar doen. Je denkt toch niet dat hij hiermee de stronghold gaat vinden? Oké, ik heb niks gezegd. Nee. Pak je geweer erbij. Waar is het portaal? Hier zijn we net toch ook al geweest? Dus we zijn overal 10 keer geweest. Oké, we zijn er. Dennis, kom met me mee. We moeten op de rand staan. Het enige wat we moeten doen is alles plaatsen. Ja, had ze toch, alle Eye of Enders? Ja, ik plaats ze. Oké, daar. Nee, dan gaan we. 3! Daar! 2! Oké, Dennis, wat je ook doet, kijk de Endermans niet aan. Waar is de draak? Het enige wat we moeten doen is inderdaad de draak zien te vinden. En dit wapen is zo goed. Wacht eens even, kunnen we niet gewoon op de draak schieten ermee? Wow! Schieten! Wat gebeurt er met de draak? Schiet je neus! Oké, blijven bij elkaar! Dennis, hij is verslagen! Het enige wat we nu moeten doen is samen naar een cirkel lopen, oké? Zodat de challenge eindigt, dan zijn we hier klaar mee. We zijn er bijna! Alex, we hebben het gewoon gehad! De challenge is gewoon!